Yo, what up? Welkom bij aflevering 5, Bashir. Aflevering 5 van Ik Hoor Je Podcast. We zijn met niemand minder dan... Gato. En we hebben een special guest. De eerste vrouwelijke gast aan tafel. Niemand minder dan... Francesca. Hey. Sterk. Ik loof het, man. Hoe gaat het met je? Gaat het goed? Goed, ja. So nice. Hoe gaat het met jou? Ja, gaat goed, man. Gaat rustig. Zoals je al kunnen merken... Ja. Iemand is hier niet, hè? Ja, de big guy is er niet. De big guy. Degene die schuift wat later aan. Zeker, dus, zeker. Dus komt helemaal goed. Dus ja, een belangrijke afspraak. Dus, Hij komt zo. Maar nee, Francesca. Yes. Hoe was je week? Goed. Super druk. Wat heb je gedaan? Druk. Ik doe nu stage. Dus ik heb de hele dag gewoon stage moeten doen. Okay. In mijn eigen bedrijf. Dus constant klanten opvolgen, klanten contacteren, links en rechts rijden. Dus ja, super druk, maar super wel druk. Heel leuk. Ja. Nice. Wat houdt eigenlijk stage in? Mijn stage is basically, dus mijn marketingstage, omdat ik marketing studeer, moet ik dus 3 maanden lang mijn focus op mijn eigen bedrijf, omdat ik heb gekozen om mijn bedrijfstage te doen. Oh, okay. Dus ik heb echt KPI's, dus echt... Dus opstel van, kijk, wat wil je bereiken aan het einde van jouw stage? Ja. En dat was onder andere meer klanten, dus meer bedrijven waar ik een marketing kan voor doen. Een betere branding, dus een betere merk. Betere zelf marketingstrategie voor je eigen bedrijf oprichten. En dat is een beetje basically wat dat inhoudt. Sterk, man. Je klinkt al super zelfstandig, man. Dat belooft veel voor de komende momenten van deze aflevering. Ja, man. Wat heb jij gedaan deze week? Bro, alleen gewerkt, man. Het was wel een leuke week, want... Moest vanuit buitenland werken. Oh ja, jullie weten het al. Chillen, dus, zwembad en zo. Ja, mannen chillen, zwembad. Ze hadden me goed gezet. Zat in Van der Valk Hotel. Ik heb kunnen zwemmen, fitnessen, noem maar op. Dus ik heb echt genoten, man. Ik ben sinds gisteren terug. Dus gisteren ook werken trouwens. En vandaag podcast, man. Zeker. Hebben jullie er zin in? Ja, zeker, echt. Man. Nee, nice, man. Dit is nog het begin. Dit is nog het begin. Daarom iedereen is blij. Iedereen is even rustig. Blij. Die zijn nog blij. Niemand is heated. Ik hoor je. Nee, maar leuk dat je vraagt hoe mijn week was. Mijn week... Nee, sorry, man. Oh, nee, ik had een rustige week. Moet je ook werken of... Voorbereiden. Ik moest me echt voorbereiden, man. Ik had een paar meetings met niemand minder dan Bashir. Guy in the back. Shout-out naar Bashir. Altijd shout-out naar Bashir. Zoto is online. Is die online? Tuurlijk online. Oh, ik dacht, zeg maar, hij is nu online. Nee, hij is al lang online, man. Ja, man. Ja, man. Nieuwe dingen onderweg? Ik hoor je. Sterk. Ja, man. We zijn bezig met mooie projecten. We gaan jullie veel meer brengen dan dit. Ja, man. Maar laten we te zaken komen. Oh, wat was dat dit? Je hebt verder niks gedaan in je week. Oh, ik had een paar meetings met Bashir. Voorbereidings voor de podcast natuurlijk, zoals altijd. En voor de rest, gewoon een rustige week, man. Normaal gesproken niks speciaals gedaan of zo. Normaal gesproken zouden we nu Chris vragen en dan zou het kapot lang duren, maar we zien hem straks weer. Ja, man. Ik ga hem ook niet vragen als hij komt. Daarom? Nee, maar ik wil gewoon Kameni niet even wel zeggen. Dan mag je. Wauw. Hoe? Wat? Die heeft een hele mooie achternaam. Ja? En haar achternaam staat ook gewoon mooi op. Hoe is haar achternaam? Kitoko. Mijn achternaam is Kitoko. Nee. Dat betekent mooi en goed in Lingala. Nee, ik ben niet serieus. Ja. Tuurlijk weet ik wat het betekent, maar heet je echt Kitoko? Ja, man, Kitoko, man. Je maakt grapje met mij. Hè? Bro, Kitoko Kameni. Heet je echt letterlijk Kitoko? Ja, Kitoko. Kitoko. Oh, die is wel een applausje waard, mijn broer. Ik zeg je eerlijk, Kitoko. Ja, dan maar voor de Kitoko mensen die niet weten wat Kitoko is. Hier is het uitgelegd, wat Kitoko is. Hij loopt dit, ja, man. Hij weet niet uitlachen. Oh, hier zo. Nee, maar mooie achternaam. Nee, mooie achternaam. Zo. Past ook gewoon bij, want je bent een mooie dame ook. Mooie mensen. We hebben mooie mensen aan tafel. Ja, man. Die strook gewoon goed en strak uit. Ja, man. Ik hoor je veel beter. Ja, man. Vandaag dacht ik brilletje van, op. Ja, man. Oorbellen in. Versace, hè, donker. Zo, hij zegt gewoon Versace. Nee, man. Je hebt gelijk, man. Ik ben big spender. Nee, joh. Hou je van designen? Ik zeg belangrijk. Ik zeg eerlijk, mensen die kijken weten het. Bashir is daar ook. Ik was wel eentje die expander was, maar uiteindelijk... Kon jij broke gaan voor designer? Niet broke gaan. Dus jouw koelkast is leeg? Nee. Ik kon nog wel. Je ziet gewoon ei zo. Die ei die over datum is zo. Maar kijk, ik woonde nog bij mijn moeder, toch? Noedels. Dus stel je voor, ik zou iets kopen aan Lijfje of zo, want Lijfje was toegaande.
350, 400, 500 euro had ik nog wel 400 of 300 euro over, zeg maar. Okay. Ik ging niet helemaal broke, maar ik hield wel van merk, man. Ja. Maar het is niet aan te raden, man. Nu is het minder geworden gewoon bij de tijd. Nee, ik word... Wat wil je daarmee zeggen? Nee, nee, kijk. Ik heb niks gezegd. Naarmate je ouder wordt, ga je ook beseffen van... Ah, boezobba, vrouwman, weet dat je. Is dus, ja, dan heeft het wel een tijdje geduurd, man. Ja, man. Ja. Hey, wel, dat wel, man, bro. Hij heeft echt een... piep. Hij piept zichzelf. Nee, hoor je geleden. Hou jij van designen? Ja, ik hou er wel van. Ja, van fashion. Dus fashion is mijn ding, dus ik hou er wel van... Ik kijk heel graag naar de geschiedenis van fashion. Zo. Snap je? Want dat komt altijd ook steeds terug. Het is echt wel tof om zo die old school, oude runway walks en zo te zien. Vintage? Ja, man, ja, man. Ik ben een fan van old school. Ja, vintage, alles van vintage, tweedehands, daar ben ik echt dol op. Ja? Want dat combineert echt fashion met tweedehands. Het blijft nog steeds een beetje duurder. Ik ben altijd wel bezig geweest met fashion, eerlijk gezegd, man. Maar niet zo diep als jullie, zeg maar. Ja. Maar zoals je zelf zegt, als je ouder wordt, dan weet je ook daarom. Van... Wat de service hier doet, waarom doe je dat nooit bij mij? Hallo, we hebben een dame te gast, dus dit is logisch. Kitoko. Oh my god, dat is Kitoko. Maar ja, man. Zodoende, man. Zodoende. Dus oké, je zei het net al, fashion. Je houdt van fashion. Dat is gelijk de eerste vraag, want... mevrouw Kameni, ik wil gewoon Kameni tegen. Ik vind het zo professioneel. Ja, zeg zo... Maar wacht, heet je Kameni of Kameni? Kameni, K-A-M-E-N-I. Met de N. Kameni. Ja. Kameni. Dat is gewoon een oude keeper, hè? Van Cameroen, gewoon heel toevallig. Oh ja, klopt. Ja. Oh wow, Kameni. Ja, veel mensen zeggen dat ook tegen mij. Ja, tegen familie, nee. Oh, maar hij is toch Cameroen, zeg ik net. Ja. Nee, wat dan met jou, man? Daarom. Nee, maar je hebt je eigen kledinglijn. Mm-hmm. Of, klopt. Hoe heet het? Mijn kledinglijn noemt Kameni Fashion. Super hard, man. Dus super hard. Ik ben echt van plan om van Kameni echt zo'n empire te maken. Dus Kameni Fashion, mijn freelance is Kameni Agency. Mag je mij een box geven? Tuurlijk. Respect. Ik zweer het. Zo'n denkwijze gewoon. Ja, echt. Dat is echt mijn doel. En met Kameni Fashion was ik ook begonnen met eerst gewoon ook... een kledingzaak, dus één collectie waar ik altijd gewoon koop en verkoop. Yes. En mijn andere collectie is meer sustainable en duurzaam, waar ik nu echt samenwerkingen doe met kringwinkels. Okay. Zelf ook hier in Leden bijvoorbeeld. Wat zijn kringwinkels? Ja, zo tweedehandswinkels. Okay. Waar ik dan naar het triagecentrum, dus kledij, ga uitkiezen. En die dan bewerk met reststoffen van Afrikaanse stoffen. Waar ben je begonnen? Ik ben begonnen in 2016, maar toen zat ik nog in de vijfde middelbaar of zo. Dus dat was echt zo... Vijfde middelbaar is groep 7? Weet ik wel, groep 7. Ja, ik zeg zomaar, jij weet niet eens. Groep 6. Broe, groep 7, ja. Mm-hmm. Voor de Nederlanders. Vijfde middelbaar is groep 7, zeg maar. Groep 7 is... ik lieg. Ik lieg. Vijfde middelbaar is... Als jij zei, hoe kon je zien, hè? Oh, joh. Derde klas? Derde, vierde klas? Ik denk het. Denk het, bro. Tot hoeveel gaat hier zo? Hier gaat het 6. 7 zelfs. 7. Dan is derde. Ja, derde klas. Oh. Ja, man. Zo, sorry. Kameni Fashion. Begonnen 2016. Nee, maar nu. Gaan we alles opschrijven hier of zo? Nee, maar die moet wel goed komen. Kameni Fashion. Want het gaat om Kameni Fashion nu op dit moment. Mm-hmm. Welke kleur ga je gebruiken? Welke kleur? Ze maken Maputa een beetje, toch? Die Maputa stof. Doe een beetje groen zo. Ja, ze doen dat bij die... groen, rood. Ja, ja. Ja? Ja? Aha. Dus ja, basically, dat is een beetje wat ik nu doe. Mm-hmm. En nu heb ik een samenwerking met de kringwinkel van Antwerpen. Damn, nice. En ik heb daar ook dus ook... Hoe gaat dat eigenlijk, man? Connect je ze gewoon? Ga je daar langs? Ja, ofwel de eerste keer werd ik zelf geconnect en dat was de kringwinkel van Aalst. Okay. En de tweede keer heb ik zelf contact gemaakt met de marketingmanager van kringwinkel van Antwerpen. Dus dat is de manager van alle kringwinkels van Antwerpen. Okay. Oh, wow. En ook, ook omstreken. Ja. Dus, en ik heb dan 50 stuks, ik heb nu 50 stuks uitgekozen die ik zelf heb bewerkt met Afrikaanse stoffen. In samenwerking met nog andere naaiateliers. En die collectie launcht op 25 maart nu. Wauw. Oh, wow. Jullie horen het, 25 maart, hou de kringloopwinkels in de gaten, mensen. Ja. Het is echt super mooi, vintage, zo oversized. Echt super mooie items. Zowel voor mannen als vrouwen? Ja. Het is sowieso unisex, dus wel een beetje baggy jeans. Ja. En nog steeds kei goede kwaliteit jeans, want ik check alles nog eens twee keer en zo. Ja, ik heb foto's. Ik zal ze straks doorsturen. Ja, kunnen we ook delen. Dat is echt super mooi. Shout out naar Bashir. Ja, man. Nee, man, super nice, man. Ik ben sprakeloos, man. Ik vind het echt interessant wat je doet. Want dit hoor je niet vaak. Nee. Ja, man, zeker. Daarom ben je ook hier aan tafel.
Ja, klopt. Ja, en zeker, en wat ik sowieso ook zo een beetje wil meegeven is, ik vind dat jongeren, alleen sowieso, ik was ook niet zo, hè, tot mijn 18, niks kon mij ook schelen, enkel ja, feesten en zo en vrienden. Maar naarmate dat je ouder wordt, moet je je echt informeren. Er zijn heel veel possibiliteiten voor jongeren, met instanties, met de overheid, die je echt perfect kunnen helpen. So you don't have to struggle in order to get where you want to go. Er zijn superveel. Je bent hier in een land, je mag alles zeggen over België. Are we talking English now? Yes, why not? Mixing the languages. No, we're meeting today. Yeah. Maar ik bedoel, ja, gewoon, je hebt superveel instanties die je daarmee helpen. Yeah. Op school ook bijvoorbeeld. Dus je moet echt geen schrik hebben om je te informeren. En ook hulp te gaan vragen. Maar dat showt wel dat je echt heel veel initiatief in jezelf hebt. Bijvoorbeeld de benadering. Yes. En dan nu connecties opbouwen is echt respect, man. Ik zeg je eerlijk. Zie, daarom willen we vrouwen aan tafel, weet je. Wij lachen meestal met mannen en zo, maar... We willen gewoon een vrouw aan tafel. Soms ook serieuze gesprekken. Ja, nee, serieus, man. Vibe is different. Parler de la vie. Oui. Mais bien sûr, pourquoi pas. Donc, on respecte les femmes ici. Nee, man. Ik ga niet liegen. We hadden net ook over van... Dit is misschien de spannendste aflevering. Ja, man. Ik denk het. Ik vind het wel spannend, terwijl ik hier aan tafel zit. Ja, man. Het is echt een keerpunt, man. Ik dacht echt van, oké, een vrouw aan tafel. Ik weet je toch, maar het was gewoon van, oké, dit is de eerste. Het is de eerste keer, ja, man. Je toch? Nee, super nice, man. Je voelt je wel gewoon je gemak, toch? Ja, maar ik ben echt op mijn gemak. Maak duidelijk dat je goed voelt. Zeker, ja, ik ben echt op mijn gemak. Okay. Nee, nice, man. Maar je bent ook marketing freelancer. Wat houdt dat in? Wel, ja, dat is mijn tweede project dat ik echt nu meer op lange termijn zie. Dus dat ik echt in heel mijn leven echt van wil maken. Mm-hmm. En daar ben ik ook niet mee begonnen, terwijl ik nog studeer. Mm-hmm. En dat is gewoon dus echt mijn studies omzetten in praktijk. En liefst ook voor mijn eigen bedrijf. Dus ik ben niet van plan om voor een marketingbedrijf of in een bedrijf voor marketing te werken. Mm-hmm. Okay. Maar echt op zelfstandige basis marketingdiensten aan te leveren aan bedrijven. Een extra skill die je kan hebben voor je eigen... Ja, en ook weer een andere bron van inkomen. Ja, ja, voilà. Dat is mijn doel, hè. Meerdere inkomen genereren. Hey. Damn, man. We hadden net vandaag zeker, over, man. Hey, echt, wat, hoe sta jij daarin dan? Bro, ik creëer echt... ik ga niet veel zeggen over wat wij bespreken, maar ik heb gisteren bijvoorbeeld met Bashir gesproken. Mm-hmm. En we hadden toen ook weer over een nieuwe bron van inkomen. Je hebt het gezegd in de groep. Ik heb tegen je gezegd weer. Dus ik werk daar nu aan, weet je. Zoals Benny altijd zegt, ik ben wat ouder dan de rest. Maar in ieder geval, ik denk echt aan, weet je, ik wil de komende, laat me mijn visie is, ik wil de komende 10 jaar nog keihard werken. En daarna moet ik gewoon echt, eigenlijk ertussenin moet ik al die financiële vrijheid als stappen gemaakt creëren, hebben, weet je. Richting financiële vrijheid. En dat lukt als je verschillende inkomsten hebt. Zeker, sure. Dus, ja man, ik ben er zeker mee bezig, dagelijks bijna zelfs, man, bro. Ja man, nee, super, super nice, ja, man. En dus oké, marketing, freelancer, fashion, wat is jouw... Wie is jouw inspiratie in de fashionwereld? Dat kan ik ook vragen, ja. In de fashionwereld? Ja, en waarom? In de fashionwereld heb ik niet echt een of wat iemand... Wat heeft jou geïnspireerd eigenlijk? Om te beginnen, gewoon ja, fashion op zich, mijn passie voor mode. Mm-hmm. Ik volg heel graag de mode en zo. En ook gewoon, ik denk dat vooral eigenlijk, misschien is dat een beetje cocky om te zeggen, maar de inspiratie kwam van mijzelf, omdat ik zelf heel creatief ben met dingen en zo. Ja. Dus het heeft mij op mezelf gepusht om... Sport, man. Ja, dus... Daarmate ook, mijn mama heeft mij ook wel... Ik was vroeger ook iemand die ook heel hard altijd de nieuwste dingen wou en zo. Ja. Maar, wat was echt iets dat je echt wou? Waar je tegen je moeder zei, mama, ik wil dit nu. Koop dit voor mij. Ik toch wel mijn Dr. Martens, ja? Jaden, zo die dubbele. Oh, die dubbele? Ja, ik hoor je. Oh, die wou ik zo graag, maar die waren €200. Het is hard, maar ik word moe van die schoenen, man, bro. Ja, man. Nee, die zijn echt... Maar ja, veel vrouwen, vooral in Nederland, veel vrouwen hebben maar classics, man. Voor u. Ik denk dat iedereen eentje in de kast moet hebben. Oh, heb je die ook? Ja, man. Ik weet niet. Bashir, ik ook niet. Ik vind ze wel nice, man. Ja, het is, kijk, ik ga niet liegen, het ziet er echt mooi uit. En je kan hem goed combineren. Maar omdat ik het zo vaak heb gezien bij mensen en zo, en sommigen combineren het met trainingspakken en zo, denk ik van... Hè? Ja, ik zweer het, bro. Echt. Dan denk ik van, doe normaal, man. Goe is silly gewoon. Ik zweer, bro. Wat was jullie slechtste combinatie qua kledingstaf van jullie zelf? Bro, ik ging met oranje broek naar school. Middelbare school, bro. En weet je van wie die broek was? Ay, niks. Ik zat mezelf weer verschoten. In ieder geval, dat was van mijn ma. Oh my god. Ik was skinny broek dragen. Hé, die titel is Gato draagt broek van zijn ma. Yusu. Bro, het was van mijn ma, bro. Ik weet. Het was van mijn ma, bro. Gewoon oranje broek. Maar omdat ik...
Ik heb O-benen, strakke broek is toch, je bent stoer, zeg maar. Wat ging er door je hoofd, broer? Ik dacht gewoon van, is harde broek gewoon een mooie kleur zo? En het stond me goed. Maar mijn moeder zei, toen ik thuis kwam, zei, joh, hoe kom je PD? Ja, man. Crazy, man. Lief. En die van jou? Ik kan nu niet echt op iets komen. Ik denk komen. Juist dat jij er veel hebt, omdat je juist zo creatief bent. Ja, yeah, ik denk achteraf denk ik ook van shit, heb ik dat echt gedragen? Mm. Maar op het moment zelf dacht ik echt van, ik ben de shit gewoon. Ja, maar daarom. Daar gaat het jong toch, man. Mm-hmm. Ik ging echt gewoon met mijn liputas naar school. Ik eet gewoon... Mijn alle salopetten zei, joh, lachen, hij is kroon. Maar ik had dat niet door. Oh, I see you. Hoe zou je haar kijken in de klas? Echt, hè? Ik kom binnen, die hoofd, oh, die puta zo. Ik weet alles niet, zo, die put. Ik denk, ik zou zo zakken. Ik ook. Maar op een goede manier. Maar op een goede manier, zeg maar. Ik ga je gewoon comfortabel laten voelen. Ik vroeg ze, ik zou het zeg maar stiekem doen, zeg maar zo. Ken je die? Gewoon stiekem lachen zo en dan zo kom zeg ik van, hé, ja, is echt hard, man. I know, ben je zo? Ben je zo iemand? Ja, maar vroeger was ik zo, vroeger. Je bent veranderd? Ja, nu ben ik. Of je bent ontwikkeld? Ik ben ontwikkeld. Hé, hij is veranderd, je doet nu net hetzelfde. Geloof je in verandering? Nee. Ja. Huh? Nee, geloof ik. Geloof in verandering? Ja, sowieso. Ik geloof niet in verandering. Jawel. Ik geloof daar wel in. Ik geloof in ontwikkeling. Ja, zo. Zo evolutie. Professeur. Purie. Ik ga het allemaal. Nee, maar weet je wat de grap is? Hoe die zo praat, hij is gewoon serieus, hè? Ik geloof echt in ontwikkeling, man. Dat ik laatst ook toch, bij de laatste podcast. Hey, jouw kinderen worden koude slim. Wat zei je? Ja, uw kern verandert niet. Ja. Je evolueert wel. Ja. Goed en slecht. Mm-hmm. Wat zijn daar jullie normen en waarden in? Zeg je? Wat zijn daar jullie normen en waarden in? Van oh, wat zijn daar? Slecht? Ja. Poef. Betreft goed en slecht. Ja, Frans, zeg het maar. Nee, jij begint. Oké. ik zou niet weten, man, bro. Ik weet echt niet, man. Want tot hoe verder is iets slecht? En tot hoe verder is iets goed? Ja, maar het is zo open, zeg maar, die vraag. Weet je toch? Ja, daarom. Hij zegt dat hij weet gewoon niet wat hij wat zei hij? Hij weet gewoon niet wat hij. Ik weet niet wat hij zegt. Ik weet wel. Als dat zo'n vraag, maar hij weet niet. Hij is zo filosofisch, ja. Nee, bro, ik zit na te denken, maar ik zit te denken, het zijn zoveel situaties wat ik iets kan zeggen. Oké, leg me een situatie uit die je hebt meegemaakt. Ja. Waardoor je echt met moeite de keuze had moeten maken tussen iets goeds en slechts. Op dat moment. Ik zeg jou eerlijk, bro. Ik had ooit stage, zeg maar, voor school. Ik had ooit een stage. Ik was, wat was het eerst? Nee, derde of vierde, bro. En op die stage, het ging goed, hè. Ze loefde mij alles, het ging gewoon goed. En toen kwam, hoe zou ik het zeggen? Je weet toch hoe ze dat noemen, die demonen, zeg maar zo. Ja, in de zin van, je ziet geld op tafel. En je zit na te denken van... Oh, ja. Verleiding. Verleiding, ja. Juist. Moet ik het pakken of niet? En je loopt er al naartoe. Je hebt gestolen. je loopt er al naartoe, zeg maar. En je pakt het. En op dat moment denk ik van, ja, man, ik pak gewoon hier toch. Maar daarna dacht ik, ik ging ermee naar huis zelfs. Hè. Ik heb het niet uitgegeven, gelukkig. Maar volgende dag, we hadden dezelfde plek op dezelfde plek teruggelegd. Ja, dat is mooi, man. Maar, hoe zeg je dat? Dat is echt mooi voor je. Maar ik voelde me gewoon slecht, gewoon. Ik voel me gewoon slecht van, want diegene vertrouwde mij dood, weet je. Wow. Maar stel voor diegene zat erachter komen. Van, ben je fucked up, bro. Begrijp je? Dus ja. Maar dat toont wel dat je echt wel een goede persoon bent. Kijk, ik ben sowieso een goede persoon. Maar de potentie is er, zeg. Ik heb ook mijn slechte kant. Ik kan bijvoorbeeld luidruchtig zijn als ik een beetje boos ben of weet ik veel wat. Maar ja. Ja. Maar ik kan wel goed hard, dat wel. Ik hoor je, man. Mm-hmm. Waarom die zo... Gato. Gato. Doe kom aan, gato. Ik zeg kwartier. Ik weet niet waarom dat is. Nee. Maar, Kameni, jij? Nee, jij eerst. Ik zo. Moet ik echt van nadenken, man. Zie je? Dan, dat had ik net ook. Jullie lachen me uit. Ik moet echt nadenken om mijn situatie, zeg maar. Ja. Thuis. Jij was toch vervelend bij kerk en zo, ja, zei je? Ja, ik was echt druk. Dus ja, man. Jullie willen mij gewoon zo zetten? Nee, maar je kan nu gewoon... Nee, maar... slecht. Ik was wel echt iemand die... ik kan situaties... is echt een hele slechte eigenschap voor mij. Mm-hmm. Maar ik kan situaties manipuleren. Mm. Ik ook. Ja. Maar jullie mannen kunnen dat gewoon. Dus zeg maar, jij hebt zeg maar... we hebben een discussie, zeg maar. Ik kan jou zo erg
Jij hebt helemaal gelijk, hè? Maar ik kan jou helemaal manipuleren dat ik gelijk heb. Ik heb dat ook, man, bro. En ik ben daar niet blij mee, man. Ja, man. Ik ben daar echt niet blij mee. Ik ben echt sluw soms, man. Ja, man, bro, ja. Eigenlijk, je moet gewoon eerlijk gewoon daarover zijn. Ik heb juist dat ik me uit situaties kan lullen, terwijl je mij gewoon betrapt hebt, gewoon letterlijk. Ja, okay, begrijp je? Nee, maar ik kan me echt duidelijk dat jij gewoon gaat nadenken van, maar wacht, ik heb je net gezien, maar wat jij nu vertelt is... Gaslighting. Ja, eigenlijk. Is een gevaarlijke eigenschap. Hè? Dat bedoel ik. En ik ben niet trots op, hè, maar ik kan dat wel. Ik zeg ook van, dat is, zeg maar, ieder zijn voordeel, daarin schuilt ook zijn nadeel, zeg maar. Dus wat jij goed kan... In wat jij goed kan, zeg maar, kan je ook gelijk vinden in wat diegene bijvoorbeeld doet. Ja, man. Was het bij jou bijvoorbeeld? Oh, ja, sorry, Basje. Een slechte eigenschap. Ja, slecht. Wie gaat praten? Ik weet niet dat ik moet kijken, bro. Kijk, wat ik zeg is van, jij weet wat jij zo bent. Ja, ja, ja. Dus zolang je het weet, dan kan je... Dat is al een stap, hè. Het is erger dat je het niet weet, hè. Want dan ben je gewoon een psycho, maar... Het feit dat je het al weet, dat is een grote stap vooruit. Zeker, zeker. Maar mijn slechte eigenschap... Sagrada. Ja, man. Ze zegt ik zou wel zeggen, een hele slechte eigenschap van mij, ik ben heel impulsief. Ik ben heel impulsief. Maar is dat ja, in sommige kanten is het wel positief, want ik denk, heel veel ondernemers zijn impulsief. Ja. Anders... Zou je nooit die stap zetten om juist volledig op jezelf te rekenen. Ja, cool. Dus in sommige opzichten, zo op werkvlak en zo, is dat wel goed. Mm-hmm. Maar op emotioneel vlak is het niet goed, want dan heeft die impulsiviteit vaak de bovenhand van mijn gevoelens en gewoon mijn rationeel snap je, zijn. En dan loopt dat vaak niet goed. Is je hart ooit gebroken geweest? Oh! Wauw. Kom weer met die vraag, hoor. Is je hart ooit gebroken geweest? Mijn hart is ooit gebroken. Ja, misschien niet om te zeggen echt wel gebroken. Niet om te zeggen van ik ben echt kapot of zo, maar ik heb wel zeker wel lessen geleerd. Die pijn gevoeld, maar. Ja, maar echt pijn. Want je zegt, je bent impulsief toch, dus die pijn is different. Want jij bent op liefdesvlak niet. Bij mij is impulsiviteit vaak op vriendschap. Ik ben iemand die vriendschap veel harder cherish dan echt gewoon zo liefde, snap je? Ik helemaal niet. Ja, ik ben wel ik vrienden. Al mijn vrienden denken, Pita, shaky. Shaky. Nee, het is wel zo. Bij mij, bij vrienden wel. Want ik hecht echt belang aan vriendschap. Zo iemand daar dat je echt zo platonisch vaak op iemand kunt rekenen. Mm-hmm. En als ik dan voel van, iemand heeft mij niet respectvol behandeld op vlak van vriendschap, kan ik echt wel soms dingen doen dat ik echt zo wel gewoon... Waar je spijt van krijgt. Ja, waar ik achteraf ook spijt van krijg. Okay. Kameni is gevaarlijk. Maar wat vind je ervan? Ik hoor echt vaak van, als ik praat over vriendschap, zeg maar. Dan hebben sommige mensen die dan zeggen, ik heb geen vrienden. Ik vind dat... Maar dan ben jij het probleem. Dat is onmogelijk. Is het juist. Ik vind dat onmogelijk persoonlijk. Maar niet altijd. Nee. Niet altijd. Er zijn altijd uitzonderingen. Het is echt een moeilijke onderwerp, man, bro. Want mijn moeder, want je kan vrienden hebben, maar niet het gevoel hebben dat je vrienden hebt. En dan kan je ze ook uitspraken. En dat is ook te zien, vrienden. Want je hebt vrienden. Ja. Ik heb de indruk tussen meisjes en jongens dat ook anders. Want bij meisjes, als wij, die vriendschap is gewoon echt anders. Hè? Kijk, wij mannen, wij willen altijd het fysieke zoeken. Oh, ik ga jou slaan, dit en dat. Maar vrouwen met haat. Een meid kan binnenkomen en ze kijkt gewoon naar die nagels en denkt van... nagels. Je hebt toch zulke dingen, zeg maar. En dan is die wijbal... Vriendschappen tussen vrouwen is ook... Geloof je in vriendschap tussen... Jongen en dame? Ja. Ja? Ja. Nee, man. Jij liegt, man. Wat zei ze? Ja? Ik geloof er niet in, man. Wat is het? Een vriendschap tussen een jongen en een meisje. Nee, man. Ik vind... Weet je waarom? Dat geloof ik. Kijk, weet je het eens? Wacht. Op wat voor manier geloof je daarin, zeg maar? Kijk, als je elkaar echt lang kent... Ik kan perfect supergoed bevriend zijn met een jongen, maar ik ben totaal niet seksueel aangetrokken tot u. En ik denk dat een jongen ook... Maar ik mensen denk, gaan mij haten. Dus ga mij zeggen dat jij, elk meisje dat jij kent in je leven, je bent daar seksueel door aangetrokken. Alles is wel een probleem. Kijk, luister. Je kan toch een keer goede vibe hebben met een meisje, maar zoiets van mijn elf, jamais je wil haar toucher op die manier. Eigenlijk is ze wel gelijk, maar dat zijn weer mensen. Ja, maar eigenlijk, je hebt gelijk. Kijk, weet je wat het is? Ik zie het zeg maar zo. Je hebt gelijk. Nee, je hebt gelijk, ja, man. Ja, dat je denkt van, zij heeft een supercoole vibe qua persoonlijkheid, karakter, ze is supergoed. Ja, maar het is geen familie of letterlijk kennis gewoon, hè? Ja, oké, ja. Als je elkaar... Ik zie het zo bijvoorbeeld, als je elkaar echt kent sinds kleins, zeg maar, dat heb ik is different. Ik heb gewoon een dame die ik gewoon echt sinds kleins ken, zeg maar. Weet je toch? Hele goede vriendin van mij, dag vandaag. Mm-hmm. Maar
Of ik nu, op mijn 22e. Ja. Ik ga een meid tegenkomen en jij bent mijn beste vriendin, man. Nee, maar dat... Jij bent mijn vriendin, man. Ja. Nee, man. Nee, dat geloof ik. Snap je? Maar wat zij zegt... Ik denk ook, omdat we op een leeftijd zijn gekomen, dat het woord beste vriendinnen... Like, of vrienden. Ja, ja. BFF. Ja. Nee, ja. Die zijn nog erger. Ja, man. Dat zijn termen die, die... Maar niet eens beste vriendin of vriend. Maar gewoon, hij is mijn vriend. Maar stel je voor, snap je, je leert iemand kennen op je school of zo. Ja, je hangt met iemand van jouw klas. Je komt daar komen heel... Een kennis. Je, je gaat nooit kennis. Zeggen van, ah, ja, jij bent mijn vriendin. Maar snap je, je komt wel super overeen. Maar allee, wie zegt dat jij per se haar iets wil... Nee, maar kijk, wat is vriendschap dan voor jou? Op welk moment zeg je van, oké, dit is een vriend van mij? Vanaf het moment dat ik weet van ik kan op u rekenen, snap je, in tijden van nood, dan, ik spreek nood, ja, dat is een breed beroep, want ja, je hebt financieel nodig, dat ga ik nooit. Verschillende, ja. Okay. Maar als ik weet van, oké, zij is lief, ja, ik kan op haar rekenen, ze is gewoon met diegene praten. Ja, dan dat geldt ook voor een hij? Voor een guy, voor een hem, ja. Okay. Ik denk dat ook. Dus maar bij een man ga ik sowieso wel voorzichtiger zijn, want dan denk ik, ga wel een question, ja, u... Die intentie van, is dat mijn goede intentie? Is dat mijn intentie van, ik wil daarna wel... Want soms, dat is het ding. Sommige mannen, hun intenties, daarna pas... Kun je pas zien van, of het nee, eigenlijk probeerde je. Zo zijn wij niet hoor, nee hoor. Eerlijk? Nee man, het is echt... is moeilijk, man. Ja, man, is echt moeilijk. Het onderwerp is echt diep. Iemand leren kennen, zes en mij, dus... Ja, maar het gebeurt ook vaak meer dat een man me zegt in te zeggen, kom dan een vrouw, hè. Ik ga niet zeggen, ik ga toch bien wat de pot. En daarna, toi, je bent de prander ici. Ja, het gebeurt extreme Congolezen. Ik hoor je. Snap je? Maar guys, we gaan even een korte pauze nemen. Oh ja. We zien jullie weer zo. Oh, yo, Zoba. Oh, zo tala. Nou, zo abonnetti. N'importe quoi. Abonneer, like, deel. Bon, nu mogen jullie weer verder kijken. Okay. Yo, what up? We zijn weer terug. Onela. Nog steeds met Leo, nog steeds met... Gato. Kameni. Oh ja, zo. Puree. Zo, ik mag geen Leo zeggen. Gato. Ja, en mevrouw Kitoko Kameni. En zo naar jou nog steeds. Ja, man. Zo. Ik loop een beetje vast, mensen. Ja, maar iets lange pauze, maar... Interessante pauze. Interessante pauze, ja man. Laat me dat even veel meer eigenlijk. Ja. Laat me even die Bueno eerst open. Ach, serieus? Die is kei, man. Is het een podcast? ASMR? Ik kwam met nou. Wat zei je? Is het niet podcast? Mama, ASMR? Wat is dat? Het is smoekbank. Dit is te natuurlijk, dit. We eten... wacht. Welke Bueno hebben jullie liever? Die zwarte of deze witte? Ik weet niet, man. Ik ben niet echt fan van die Bueno's, man. Ik zou wel zeggen witte. Ja? Ik hou van witte chocola, ja, man. Hou je ook van witte vrouwen? Ja, goede vraag. Hé, hey, is van jou, man. Ja. Wat? Nee, man. Ik... Oké, wacht. Nee, kom, man. Mama, hoe bedoel je? Je knipt wel, hè. Ik hou van... African, hè? Beauties. Nou, punt. Geen witte... Hey, waarom stelde die vraag aan mij eigenlijk? En jij denkt, huh? Je hebt sowieso met witte vrouw gaan vroeger. Zie je, je zit daar na te denken. Kijk, laat me zo zeggen. Ik ben sowieso zo'n guy, ik heb geen type. Ik wil met alles gaan. Als je me aantrekt, ergens wel. Ja. Ergens in mijn hoofd wel, maar ik ben gewoon... Ik kan met alles gaan. Een light skin, een dark skin, een brown skin. Ze zijn allemaal van mij hetzelfde, man. Als je been niet een light skin laat zien... Bashir, témoin, is klaar. Is klaar. Wat is dat eigenlijk? Van waar komt dat, denk je? Fun fact. Elke dame die ik te maken heb gehad, is Dooskin. Oh, echt? Ja. En jij? Maar voor wel, ja, en jij? Jij gaat eerst antwoorden. Eet, hij was een hefgaard op hem. En eet je druif. En geef gewoon rustig antwoord. Echt gewoon, neem je drink je watertje. Mm-hmm. Fris. Maar nee, hetzelfde antwoord als jij. Hetzelfde antwoord als jij. Ik heb geen tippen. Ik val ook op alles. Echt? Okay, ja, ik val dus ook op alles. Dus je zou ook makkelijk met de Chinees kunnen gaan. Zo. Niks tegen Chinezen trouwens. If he's attractive. Als ik mij daar aangetrokken op voel, dan ga ik niet tegen. Jongens met te maken heb gehad. Hoe zagen ze alle... Lijken ze op elkaar? Nee. Nee. Dat dan niet. Nee. Hoe zag de laatste jongen eruit? Light skin. Mm. We waren allebei light skin. Oh, maar ze heeft geen focus, dus ja. Oké.
ik loop buiten, maar ik kan alleen luisteren. I know. Dus je hebt de omgekeerde, zeg maar. Ja, maar hij ook. Ik weet niet van Benny, hij is omgekeerd. Ja. Ik weet niet, man. Ik weet niet waarom je dat ziet. Ik val niet op alles. Want vroeg ook naar mij. Ik val niet op alles. En ik heb ook... Ja, ik heb eigenlijk wel voorkeur. Eigenlijk wel, man. Wat was die geschiedenis? Dat is keigraf. No comment. Ik hoor je. Hij neemt ook niet zo lang op deze ding. Changer. We moeten veranderen. I know. Oh. Nee, maar we gaan zo meteen weer die kant op. Maar we gaan even terug naar... We gaan even terug naar mevrouw Kameni. Mm-hmm. Toko Kameni. Wat is jouw wildste fashion droom? Want je houdt van fashion en all of that. You know? Mm. Wat is jouw wildste... Waar wil jij staan? Wat wil jij bereiken met fashion? Mm. Eerlijk gezegd, ik wil echt wel mijn voetafdruk achterlaten. Echt op deze wereld als iemand van... Dat echt duurzaamheid vind ik belangrijk. Okay, ik vind fashion moet je in jouw zijn geheel bekijken. Snap je? Mm. Je kan niet iets uitbrengen wetende dat je honderden mensen hebt uitgebuit. Snap je dat je materialen gebruikt die niet goed zijn voor de natuur en zo. Ik vind echt wat van een beetje gebeurt in landen als... Bangladesh en zo. En ook gewoon in Afrika. Er zijn veel Congolese vrouwen die worden uitgebuit. Die dagenlang moeten naaien en zo. Ja, in omstandigheden die gewoon niet normaal zijn. Voor misschien 5 euro per dag. Mm-hmm. Dus gewoon, ik vind fashion in zijn geheel, die industrie moet echt de moeite doen om het gewoon beter te doen. Snap je? Om het een sustainable way te doen. Als dat kan. Als ik dat aan met mijn merk kan doen en dat de andere merk kan inspireren, hopelijk, dan is al, zou dat al diep, man. Genoeg zijn. Ja. Wat hebben jullie liever, zeg maar? Jullie toch de blacklist in de maand? Yes. Altijd gaat over slavernij Maar ik heb gezien op Twitter dat ook Black Future, man. Omdat ze het meer naar positiviteit. En zo naar Kanye, man. Ze willen het trekken, En zo naar Kanye voor die, man. Als je moet kiezen. Als je moest kiezen, zeg maar. Wel die laatste, man. Die Future. Dus andere kant op. Ja, kijk, ja. Wil je echt elke jaar weer die... Ja, ik weet niet. Je zeg eerlijk. Je moet ook kijken naar hoe je leeft. In het leven als mens zijn, dan kijk je toch niet eens naar het verleden. Het verleden leert jou de les. Maar je moet je focussen op de toekomst. Klopt. Snap je? Dus ik vind Future super dope. We kunnen niet te lang blijven hangen, vind ik. Maar ik vind de beste combinatie van de twee. Je kan niet verder gaan als je niet weet hoe dat verleden was. Dat is het juist. Om ook niet dezelfde fouten te herhalen. Snap je? Dat is belangrijk. Dat is het juist, man. You can't go to the future if you don't know your past. Yes. Dus, mensen moeten echt wel zeker... Zwarte mensen moeten echt wel hun geschiedenis kennen. For real, man. But you're really right. You're right. Yeah, man. In het Engels, man. Engels, bro. Swahili. Oh, boem, man. Nee, man. Okay. Altijd als wij naar het verleden kijken, vooral naar het verleden, kijken we naar de slechte dingen. Independence, cha-cha. Maar die dingen die in het systeem zijn gezet door Belgische mensen, als we alleen daar naar kijken, blijft het, vind ik, nog steeds bij ons. Vandaar dat Congolezen onder elkaar, weten van elkaar niets op hoog niveau supporten. Ja, er is geen liefde. Dat is echt, De jongeren van nu, wat ik zie, iedereen support elkaar, iedereen wordt samen boven. Ze proberen op te staan. Vandaar dat ik zeg van, ik zou liever naar Black Future Man gaan kijken. Ik heb bijvoorbeeld, zoals Francesca, in het licht brengt van, kijk, zij doet iets met duurzaamheid. Ja, man. En Bailey dan bijvoorbeeld, hij doet ook iets met zus, zus en zo. Mm-hmm. En Gato doet dan iets met wat wij nog niet mogen naar buiten mogen brengen, zeg maar. En dan op die manier kunnen wij onze eigen rijkdom opbouwen, zeg maar. Want Congo, bro, welke land is er eigenlijk dan Congo? Bro, Congo, bij mijn mensen onderschatten dat, hè. Mm. La richesse au Congo. Mooi, man. Dat is het beetje en... Nee, man, ik loof van Bashir. Die is serieus, man, bro. Zeker. Hey, hoe zijn we hier gekomen?
Ik weet niet. Ik vroeg haar, wil ze de fashion droom? Ik weet niet, maar die duurzaamheid maar, is hem laten denken, toch? Ja, man, zeker. Nee, maar... wacht, hè. Ja, man, sorry, guys, ik heb notities en zo. Ja, toch? Maar, oké, dus je wilde fashion droom is echt gewoon een... Iets achterlaten, man. Nee, maar het is echt mooi, man. Het is mooi dat je zo erover denkt, zeg maar. Gewoon in praktiseren. Ja, sowieso. Ja, het beïnvloeden van de volgende generatie, bijvoorbeeld. Ja. Want ja, je kan dingen uitbrengen en dan is het gewoon uit. En zeker in de wereld van vandaag, alles gaat zo snel. We hebben altijd wel informatie vandaag en dan na 5 minuten weten we al niet meer wat we aan het doen waren 5 minuten geleden. Dus zo die mensen zoals een Martin Luther King, dat echt dingen hebben achterlaten, hun voetafdruk, of een Muhammad Ali of een Malcolm X, zulke dingen die echt generaties lang nog blijven. Zeker. Er was ooit iemand die dat heeft echt beïnvloed en die een hele... En dan moet je ook beseffen dat de mensen voor hun waren die dat ook hebben gehad. Maar ja, man. Ja, ergens staat het nog steeds in de boeken, maar het verdwijnt toch wel lichtelijk. Ja. Ik denk dat er over zoveel generaties een andere Muhammad Ali zou zijn. Snap je? Op een andere manier. Maar zulke maanden zoals Black History Month of zo zorgt er juist voor om soms ook even terug te komen naar waar je komt. Oh, en daar soms te refreshen van, kijk... Ja, man. Tu es un apoto, maar je komt wel van ergens. Ja. En dat is ook, dat beslist ook. Liminale, zeg maar. Ik hoor je, je komt van ergens en dat is belangrijk ook om soms even stil te staan bij waar dat je komt en waar dat je ergens kan helpen naar de toekomst. Waarom vragen we voor tot je van doet, welke stam ben je? Er zijn karakteristieken die gebonden zijn aan onze stam, die ook maken wat wij vandaag zijn. Zeker, snap je? En dat is belangrijk ook om te weten dan van waar dat je komt. Dus we hebben al de vrouw aan de tafel, maar ze is 10.000 keer slimmer dan ons. Nou, lekker gedaan ben je niet. Nee, maar... ze verwoordt daar gewoon lekker. Mooi aan verwoorden. Ja, toch? Nee, ik hoor je, Francisca, man. Ja, man. Hoe je? Dokkel. Goeie denkwijze. Goeie denkwijze, man. Applausje waard. Ja, man, zo zeker. Maar serieus. Hey, maar je maakt het moeilijk voor de volgende vrouw. Die gaat opeens denken van... Je moet opeens zo... Lukt niet of zo. Lukt niet. Nee, maar kom gewoon als je wie je bent. Ja, Wat, hey, trouwens, ik wou heel iets randoms tussendoor. Er zijn de mensen die kijken, die vaker kijken en het gevoel hebben van even willen ook aan tafel komen. Stuur gewoon een bericht. Wij kijken niet naar status, dit nog. Stuur gewoon een bericht, een e-mail. Alleen Bashir kijkt naar status, maar wij niet. En we kunnen gewoon over nadenken en je mag gewoon lekker aan tafel, man. Bashir zegt je moet 10k volgers zijn. Nee, diegene gaat gewoon zeggen hoeveel hebben jullie dan? Nee, man, let's go. Ja, maar zeker, man. Ja, toch, ja. Ik zat te vragen. Ja, als jullie vragen hebben... Stel ze gewoon. Tu manges, ja, man. Mina. Wat is er? Als ik hoor je podcast... CEO. Maar oké, wat vind je van de fashionwereld in België? Wat zou je daarin veranderen? Zo, die ken ik niet, man. De fashionwereld in België is super interessant. Huh? Er zijn heel veel... heel veel... wereldwijde, en ik praat fashion, design, het creatieve. Ja, klopt, als je ik wil geen domme dingen zeggen, maar ik denk dat Raf Simons, er zijn heel veel wereldbekende van België. Fashion designers. Die hier in Antwerpen op school zijn geweest, op de modeschool. En er zijn heel veel, en op vlak van design ook, hè. Voor het Kim Kardashian haar huis is gedesigned door een Belg. En zo, in architectuur, design, interieur, dus... België is echt niet om te lachen op dat vlak. Veel talent, hè? Ja, heel veel talent. Maar het is, dat merk ik ook met muziek vooral. Er zijn veel talenten die vanuit België komen met verschillende dingen. Mm-hmm. Maar je weet niet dat ze vanuit België... Nee, niet is dat. Maar ze zijn zelf niet super groot in België. Mm-hmm. Ze escaleren altijd naar het buitenland, zeg maar. Ja, dat is heel hoe vaak is dat zo. Hoe ik denk omdat België sowieso een land is die volgt gewoon. Als je kijkt naar, als je kijkt naar hoe dat Belgen zijn, die zijn heel reservé. Ze gaan zo wat kijken hoe doen de anderen het. Oké, we gaan het ook doen. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar een land zoals Amerika, is zo'n goed de toon. Het is gewoon on fond, snap je? Als ze je project doof vinden, dan gaan ze ervoor. Ja, en Nederland is ook een naaper. Ja, ik hoor je. En je merkt dat je toch? Je beseft niet wat ik net zei. Oh ja, je deed haar naast. Nee. I know. Nee, maar een naaper. Wauw. Amai. Als ik zo zou doen, dan was ik weer de gemene guy. Ik stop gewoon. Oh, no. Zo kan je West op ons. Gewoon weglopen. Hey, die is wel vies, hè? Nee, maar dat is echt wel zo wat je zegt, man. Mm-hmm. Want in Nederland bijvoorbeeld, mensen gewoon scheid. Mm-hmm. Letterlijk. Ze doen gewoon wat ze willen. Ja, man. Toch?
België is meer in van... Machine flip als je flipt. Machine flip. Ik weet het, maar... Nee, maar zeg maar tegenover België. Snap je? Ze hebben dezelfde denkwijze. Tegenover België. Hoe is België dan eigenlijk als je, wat, als je gewoon kijkt? Gewoon wat hij zegt. Gewoon echt... je kan België zien als een verlegen dame. Mm. Okay, ja, België ja, is echt een verlegen dame. Ja, okay. Nederland is die en Playboy. Ja, 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 ja. Ze lijken die Playboy. Het is niet hetzelfde, ja man. Dus, Maar je schudt nee. Waarom schud je nee, Basje? Ik kan er niet van als je het met me eens bent. Ja, echt hè? Ja, ja man. Ja, maar ik heb niet per se over Napers. De scene. Napers. Ik heb niet per se over de scene. Gewoon Nederland in het algemeen, broer. Ja, maar kijk, wij zijn artiesten, soort van, denken we echt alleen. Jij bent die grote artiest, zeg maar. Dat sorry, ja. Hey, ik heb wel een kleine... Kleine wat? Fanbase in NL, man. Waarom is je stem opeens zo anders? ik wil niet te hard praten, want dan ga je zeggen, nou, jij liegt. Hier toch? Weet je wie? Nederland volgt zo erg, we gaan niet eens namen noemen. Ja man, Nederland volgt. Weet je wie, welk land? Nee, echt hè, je wil presque dire non. Duitsland. Want kijk, Duitsland heeft een eigen scene. Bro, Duitsland. Ja man, Duitsland is wel... Het wordt altijd vergeten, vooral met muziek in dit geval. Duitsland is super hard hè. Ja, man. Kijk, ik begrijp de taal niet echt, maar hun scene is echt... En ja, er gaat heel veel geld die in die scene. Die money is ook gewoon anders dan misschien zelfs Nederland. Meer dan Frankrijk, denk ik. Als bijvoorbeeld een hef in Duitsland zou zijn... Maar niet meer als Frankrijk, hè? Nee, Frankrijk. Okay, want Frankrijk. Duitsland, welke andere talen spreken Duits dan Duitsland? Klopt, maar je moet ze echt niet onderschatten. Dat is echt enkel de Duits, Duitsers steunen de... Oh ja, maar Duitsland is groot. Duitsland is super groot. Dat is wel waar, dat is super groot. Ja, man. Dat is een super groot land. Ja, man. Ik kijk meestal ook naar de Frankrijk bijvoorbeeld, zo, Frankrijk bijvoorbeeld, ja. Ayana Kamura, ze kennen haar zelf tot Amerika en zo. Stromae, dat is nu Belgisch, maar aangezien hij Frans spreekt. Nee, man, als je zo kijkt, ze zijn niet echt internationaal, klopt, Duitsers, ja klopt. Maar hun hebben eigenlijk genoeg al aan hun eigen land. Ja, voilà. Hun hebben echt genoeg aan hun eigen land. Dat is echt zo. Ja. Zeker man, zeker, dat klopt echt man. Nee, maar Nederland zijn wel volgers man. Laten we corona eerst nemen. Nederland keek naar... Duitsland, om te doen, ja. Hoe ze moeten reageren, ja man, klopt. Zo is het ook met art. Ja. Ja, het zijn gewoon napers, man. Ga door. Ga door. Ja. Oh, Timosje. Echt, hij was gewoon aan het eten. Ik blijf eten vandaag, man. Ik weet niet, man. Nou, hij was stil. Ik dacht... Nee, maar... ik wil deze vraag eigenlijk stellen. Mm. Als Hoekie zou zijn... Wacht, laat me een bed. Ja, man. Hey, gaan we gewoon spontaan bellen, gewoon? Ja, man. Ik hoor je, man. Ik wil hem echt vragen. Ik wil echt allemaal gaan zetten, maar ik hoor hem. Zeg maar, neem hem niet op. Hij is nu niet... Hij is op die meeting, toch? Hij gaat denken, man. Een serieuze gesprek. Hij is ook iemand die zegt gewoon van... Wat ben je mij zo, joh? Pootje maken. Of hij rijdt. Ja, man. Ja? Ja, man. Is niet goed trouwens. Nee, man. Ja. Hij neemt niet op, man. Kijk, dus ik had een vraag. De vraag is eigenlijk... met welke vraag ga ik beginnen? De man van vroeger is beter dan de man van nu. Zo! Oké. Wat is jouw stelling? Is een stelling eigenlijk, is een stelling. Mm-hmm. Nou, eens, hoe kunnen we dat beantwoorden? Huh? Man zijn we bedoelt van, zijn we eens of oneens bedoel je? Ja, zijn jullie eens of oneens? Oh zo, ik zou niet weten. Dat de man van vroeger... Beter is dan de man van nu. Nee man, oneens. Oneens? De man van vroeger is beter dan van nu. Yeah. Never. Yeah. Dan denk ik echt aan onze ouders, hè, onze vaders en zo. No man, dat zijn wij veel beter hoor. Ja? Ja. En jij? Ja, ik denk het ook wel. Ik denk dat wij ook geëvolueerd zijn. Je wordt die debat zeg maar. Ik wil dat je elkaar eens bent man. N'importe quoi. Klaar, oneens. Oneens? Oh, ja, eens of eens? Is hij eens? Is hij oneens? Wat was dit ding weer? Man van vroeger is beter dan Ja. Is hij, wat zei jij? Nee, oneens. Oké. Oneens, ja, ik denk al oneens. Maar après, ik vind dat ook niet te vergelijken. Ik denk als je een man van vroeger hier bij ons nu zet en een man van nu daar die wat survivor. En geldt dat ook voor de vrouw? Ja. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat een vrouw ook zwaar is geëvolueerd. Een vrouw van nu? Vegaf, hè? Kijk, zie je? Ze kijken al naar mij. Is de vrouw van nu beter dan de vrouw van vroeger? Op werk gerelateerd niet. Maar, oké. Dat sowieso. Dat kan je niet ontkennen.
Dat sowieso. Maar laatst, jij zet die expressie op ons. Wat vind jij? Want ik zie jou lachen zo. Jij vindt sowieso iets anders. Nee, man. Nee, voor die vrouwen, hè. Niet voor die mannen, voor die vrouwen. Zo, dat is... gewoon onderbouw het, gewoon weer, toch? Oké, okay, kijk. Vrouwen van nu ja. zijn... kunnen, ja, zijn onafhankelijker. Ja, sowieso. En dat heeft de man van nu getriggerd. Omdat de man de vrouw van vroeger gewend is geweest. Mm-hmm. Dus de man heeft nu een bepaalde evolutie moeten gaan ondergaan. In het, mee, ja, in het daarin mee kunnen omgaan, zeg maar. Ja. Weet toch? De man is er nu zelfs op de dag van vandaag mee bezig. Want we zijn in hun mechanisme heet het gewend van, weet je toch? Mm-hmm. Dat altijd zo een beetje de alfa male te zijn. Klopt. En ik denk dat de generaties provider. Die komen en die nu er zijn... echt nog daarin stoppen heeft in te maken. Steeds mee eens, hè? Dus ja. we praten wel positief, ja, eindelijk. Hij is blij. Waar is Hulk, man? Hulk moet voor die discussie zorgen. Hij zou zeggen, ik ben niet mee eens, hoor. Ja, man. Hij zou iets gek zeggen. Hij zou mijn vraag zoals best. Daarom. Hij zou zeggen, wat voor vraag is dit? Oké, deze. Ja, man. Hij is er niet. Dat zal toch een stelling ronden. Ja, man, zeker. Ja. Is vreemdgaan onderdeel van de ups en downs in een relatie? Maar hoezo up? Hoe, waar up? Hoe kan dat up? Maar ja, nee, is hoort vreemd gaan, bij, hoort het bij een relatie, bij het dat je vreemd gaat. Is normaal? Is dat normaal? C'est pas normal, mais comment on dit ça? Genre, c'est pas normal, maar je komt het elke keer tegen, toch? Of wel? Op een elke keer? Elke keer? Nee, in elke relatie kom je dat woord. Bijna. Elke... bijna. Putain, klaar. Ik ben aan de beurt. Ik ben aan de beurt. Gato, explain, hoezo elke keer? Weet je wat ik wil zeggen? Ik wil eigenlijk zeggen van... het is sowieso slecht, maar je komt het wel vaker tegen in de zin van, je hoort het wel vaker van, iemand gaat vreemd in een relatie. Zo wou ik het zeggen doen. Papa Dirk ook. Oké, okay, maar ja, ben je ermee eens dat, bijvoorbeeld, dat gebeurt in een relatie? Ja. Dat is gewoon, zelfs als een down, dat is anders. Ja. Zijn montagne komt, dat is juist relevé, het is oké. Okay. Maar het is moeilijk, hè. Ik zeg eerlijk, het hangt ook af hoe is gelijk met de discussie. Hoe is ze vreemd gaan of hoe ben ik vreemd gaan, zeg maar. Stel voor, het is een... vreemd gaan van... Wat vind jij vreemd gaan? Ja, maar dat is de ding, bro. Oké, wat vind jij vreemd gaan? Echt, cross the line is gewoon kussen, aanraken. Oké, is goed. Zij ging kussen en aanraken. Oef. Ik zeg je eerlijk, het hangt ook af hoe lang ik met haar was. Oké, hoe lang ben je? 6 jaar. Zes jaar. Ik ga flippen. Kapot uit flippen. Ik ga dingen roepen. Maar dan komt altijd zo'n relativeren moment. En dan ga ik denken van... Oké, maar... Ik ga niet misschien gelijk terug, maar ik ga wel nadenken. En dan uiteindelijk ga ik misschien terug met... Maar hoe ver is ook ex? Hoe ver is ze echt gaan? Ja, maar hoe moet ik dat? Hoe moet ik dat vragen? Non, dégage, c'est fini. Non, bro. Non. C'est fini. Alle kanten voor. Non, c'est fini. Heb je het al ooit meegemaakt? Wat? Is er ooit op jou vreemd gegaan? Nee, nooit. No. Alleen niet dat ik weet, maar nooit. Ben jij ooit vreemd gegaan? Nooit. Ben jij ooit vreemd gegaan met je vragen? Nee, man. Waarom dacht hij zo? Abus jij deze zo? Nee, ik ben nooit vreemd gegaan. Nee, voor jou. Zonder grap. Ik ben niet vreemd. Je bent ook niet... Kijk, ja. Ik ken je niet in de en relatie. En jij gaat toch? Ben je al vreemd geweest? Nee, zeker niet hoor. No. Maar je fidèle, hè? Fidèle, hè? Nee. Zeker. Fucking pissig. Nee, ik hoor je. Nee, geloof je. Ik ben geen vreemd gegaan. Wat vind jij? Vind jij het onderdeel van de ups en downs? Nee. Nee? Nee, bij mij dat gaat er niet door. Cool, omdat ik maar zelf wel heel... Op dat vlak... zegt, nee, maar ik echt niet, want nee? Ik heb zoiets van, sowieso al vreemd gaan, moet je al stappen ondergaan. Je moet al... Gaan. Dus hoe kan je in al die geen enkele keer denken van, misschien is dat toch geen goed idee, snap je? Zo, dus nooit zo naar gekeken, zeg maar. En ook gewoon, ik ben op dat vlak wel zeer, genre, je dois pas... Mm-hmm. Genre, ik kan misschien wel zo lachen met je, flirten, zei je pas het probleem of zo, hè. Mm. Maar niet met een andere guy als ik in een relatie ben, hè. Maar ik bedoel... Dat tot daar, als ik single ben, dat tot daar, toen zou ik misschien wel nog doen, maar ik vind zo dat die stap overzet naar het seksuele, ja. Vind ik zo nog wat, vind ik een beetje een stap te ver. Ja, klopt. Ik moet sowieso je dieper leren kennen voordat ik zelf sowieso. Op dat vlak iets zou doen. Dus laat staan, terwijl je in een relatie zit en dan nog eens met iemand anders daarnaast, dat is wel show. Dat is fatigué, man. Dat is show. Ik hoor jullie volledig, man. Next question. Werkt de relatie beter als de man meer van de vrouw houdt of omgekeerd? Zo! Wauw. Wauw, Bing, dat zijn wel... Dat zijn ik denk dat ik moet betaald krijgen voor dit. Echt, man. Hè? Dat zijn Yusu... echt, hè? Je moet nog even wachten, man, bro. En wat wil ik zeggen? Ik weet niet, man, bro. Die is wel... Ik denk dat mijn... Ik, dat is erg om te zeggen, maar mijn mama heeft dat ook vaak gezegd. Van, het is altijd belangrijk dat de man meer van u houdt. Dan... Hoe weet je dat de man meer van jou houdt? Maar ik denk, je ziet dat ook in zijn acties. Dat jij sowieso, zeg maar...
Ja, klopt, dat is waar, man. Dat is waar. Dat is toch? Want dan krijg je toch zo'n ding van... Nee, ik hou niet zoveel van jou. Nee, dan, nee, want ik denk aan vrouw, dat is al in de geschiedenis van tijd altijd zo geweest van... Omdat toujours apprendre aan quelqu'un, ja. Sowieso elke dag, snap je? Klopt. Ik kan nu op u vallen, maar dat betekent niet dat zo gaat blijven. Nee, je moet elke dag terug opnieuw verliefd worden op die persoon. Parce que une fois que tu n'entretiens plus ça, is klaar. C'est fini. Dus vertaal een beetje zo. Ja, ja, hier zo. Ah, ja, nee, ze begint zo. Ja, toch. Dus ja, ik denk op dat vlak, en op dat vlak, als een man meer van jou houdt, ik denk dat een vrouw het makkelijker heeft om daar naartoe te werken dan een man. Ik denk dat mannen moeilijker hebben van... Ja, dat is wat ik denk. Hè, dat is wel zo. Wij mannen zijn meestal, tenminste voor mijzelf, laid back, zeg maar zo. Ja. Ik ben niet een type man die gaat zeggen, oh, gaan we nu eigenlijk officieel? Zo, of, je laat gewoon met de flow, toch? Jij gaat met de flow, ja. Maar een vrouw is wel van... Maar ik hoor het echt vaak best Een voorbeeld. Ik was daar en blablabla. Iemand kwam met me praten en ik negeerde waar is het. Daar? Huh? Nee, gewoon buiten. Ik loef je. Nee, toch? Gewoon, ik was buiten. Nou, maar die term. Zeg maar. Okay, ja, zeg voor, ze was buiten in de stad, hè? Mm-hmm. Ze diep. Waarom is nu stel je voor? Oh, putain. Stel je voor. Ze is buiten, ze loopt. Ja. Nee, toch? En wij gaan soort van, toch? Mm-hmm. We zijn nog niet officieel, maar... Oh, wij gaan? Nee, hey, puree. Kijk. Ik snap het. Edit express. Ik flow met iemand. Oké, je flow. Ja. Ze is nu buiten toevallig. Met haar vriendin, weet ik veel. Ja, ze loopt in de stad. En dan komt de guy, ziet haar. En dan wil met haar praten. En het is aan het flirten. Hij begint te flirten. Yeah. En zij is zoiets van, nee, ik hoef jou niet. Je toch, laat me met rust. En dan later in de avond, ze komt, ze vertelt het aan mij. Zou je dat willen? Nee, maar ze zegt... Ik probeer uit te leggen hoe een vrouw, hoe een vrouw doet. En dan gaat ze zeggen van, ik was buiten. Hè? Ja. Niet boos worden of zo, maar iemand wil me versieren. En ik zeg gewoon nee. Dus eigenlijk in de zin van indirect van... Laat me de tijd zien. Ja, waar zijn we? Ja. Zijn we eigenlijk nu officieel... Een vrouw neemt die tijd om dat te doen. De man is meer van... Ja, zal wel. Toch, ik bekijk het wel. Yes, denk ik. Toch? Ja, de meeste. Nee, het probleem is om mijn hele fout uit te leggen, man. Putain. Je presteert goed onder druk, toch? Nee, man. Dus jij bent ermee eens Ja, ik denk het wel. En jij vindt het ook? Maar weet je waarom? Omdat ik denk dat mannen ook moeilijker verliefd worden. Dus eens dat hij verliefd wordt, dat hij echt graag ziet, you gotta hold out to that. Terwijl een vrouw, ik denk dat een vrouw makkelijker, omdat zij sowieso al emotioneel is. Ik was een vrouw, wel een tijdje Yuma, bro. Ja, man. Ik ga niet van je. Wat? Ik was wel Yuma. Waarom? Man. Ik ben wel een keer snel verliefd geworden, man. Ik ga niet van je. Ja, man, bro. Eerlijk. Gewoon, je staat naast haar, je zweet gewoon, bro. Oh zeer. Ja, front, even. Ah, dus dat had je serieus met mij laten. Je sentais la transpiration. Oh, n'importe quoi. Oh, non, dat is niet waar. Nee, fuck met jullie, man. Voilà, ben je gaan het knippen. Nee, fuck met jullie, man. Ik lijk. Hier, zie je? Zij liegt, man. Oeh, je branche mij. Nee, maar. Einde van je gaat knippen. Hey, laat maar, man. Nee, maar even eerlijk, Frank. Gewoon even eerlijk tussen ons. Mm-hmm. We zijn nu gewoon met z'n tweeën. Je weet toch? Niemand is er. Heb jij ooit, zeg maar, een man ooit gemanipuleerd? Gewoon? Gemanipuleerd? Emotioneel gemanipuleerd. Dus jij weet... Zeg maar van, het gaat niet tussen ons werken. Als ik dit doe, kan hij zo doen. Indirect wel toch? Indirect. Misschien was het niet zijn bedoeling. Maar waarom noem je dat manipuleren? Maar manipulatie is niet per se iets slechts, hè? Ja, nee, ik zou het niet, daarom manipulatie heeft zo'n negatieve connotatie. Ja, misschien dus ik zou een zeggen, andere, dat is niet manipuleren, is gewoon, manipulatie weet hoe is ook dat je omgaat goed. Met iemand. Dat zit mijn mama, als ik ga, of jouw mama, jij weet ook van, zie je de man comme ça, ze gaat zeggen. Als ik het zo zeg, ze gaat sowieso niet zeggen. Nee, dat is manipulatie toch? Ik vind gewoon nee, elke ze zeggen, manier... Het woord is zeg maar, het te negatief, zeg maar, in de zin van... Maar nee, maar te... ook gewoon, dat is toch hetzelfde als... Dat is hetgeen, want, ik weet gewoon van... Jij weet bijvoorbeeld, Francesca, ik wil je la parler op een rustige manier. Ik moet niet brusk iets zeggen, dat is geen manipulatie. Gewoon rekening houden met hoe dat jij... Comment tu dans m'approcher, hoe dat je met mij moet aanspreken. Ja, waarom kies je niet voor om het woord manipulatie te gebruiken? Dan? Manipulatie doe ik echt doen als je echt met de intentie ook hebt om die persoon... pijn te doen of zo, snap je? Omdat je weet van, ik ga iets slechts doen, maar ik ga het daar doen alsof ik het niet goed wil doen, snap je? Manipulatie is eigenlijk beide, zeg maar. Ja, het is beide, zeg maar. Ik begrijp wat je bedoelt, zeg maar. Zo zie ik, het, hè. Mm-hmm. Maar zeg ik, of ik ooit iemand heb gemanipuleerd, wetende van, ik ga iets slechts doen of zo? Nee, gewoon goed.
Gewoon van, oké, okay, op deze manier ga ik zijn aandacht krijgen. Gewoon door ja, hem te tuurlijk, letten. Maar ja. Je hebt hem ooit wel expres geflipt. Ah, doen flippen bedoel ja, gewoon doen flippen, gewoon expres gewoon. Gemaakt, gewoon. Nee, was ik... Nee. Oh, hij was niet? Als hij boos wordt, is klaar. Ja, als hij boos wordt... Nee, gewoon... Allee, bij mijn ex bijvoorbeeld, ik moest niet bijvoorbeeld... ik luister. Wow. Nee, maar ik ga niet opzetten dat ik iemand boos maak, want ça peut aller loin, snap je? Oh ja, man. Dus ik ga ik niet sowieso niet doen. Sommige mannen... Ja, ik wil niet beginnen aan iets dat je niet... Dat je geen finish, ja. Dus ik ga dat niet doen. Voor jou. Ja, man. Oké, ik hoor jullie. Je vraag irriteren, man. Ja? Kijk eens. Dat is een goede vraag. Nee, dat zijn goed, echt goede vragen. Thanks, man. Ik doe mijn best. Ik probeer gewoon voor de podcast. Laat maar lekker, man. Ik zweer het. Ik probeer gewoon voor de podcast. Je weet toch, elke aflevering een niveau omhoog. Ja, man. Ja, hey, ja echt man. Waar. Ja, als je dat vergelijkt met het begin en nu, dat wordt altijd beter en beter. Zeker. Dank je wel, man. Goed om te horen, man. Zeker met jou erbij is het nu veel beter. Oh, arrête. Doe je ook haren en zo? Hè? Vlecht je? Ja. Je hoort die geluiden. Ja, toch? Hé, jij gaat het doen, Basiel. Oh. Ik ga voor je fixen. Doe je ook haren en zo? Want je haar is echt goed gedaan, hè? Ja, man. Vind je? Dankjewel. Gisteren naar de kapper geweest. Nee, speciaal voor de podcast. Wow, voor de podcast naar de kapper en zo. Ah, ik hoor je. Wat zei je? Ja, ik ga naar de podcast. Ja, toch? Maar je moet sowieso goed uitzien. Ik moet mijn haar ja, toch? Zetten, ja. Zien, kijk naar het niveau. Ja, man. Ah. Het niveau is hoog, hè? Ja, man. Ja, hallo, wat? Niveau is hoog. Vandaag ben ik aan de beurt, zeg maar. Die woon is hoog, man. Planga, nee. Alles, Versace, hij zei al. Ik had toch gezegd, man. Horloge. Ah, putain, arrêtez. Ja, maar iemand, jij zoomt in, zeg maar. No. Ik kon gelezen, gaat een heleboel inzoomen met die horloge, zeg maar. Ja, man. Hij is geen serie meer. In Zambie. Of die mensen, ze dragen die kleren, maar prijskaartjes nog eraan. Die, oh my god. Gaan we daar echt over praten? Die begrijp ik niet tot de dag van vandaag, bro. Of die lange hoed. Ja, heb je die schoenen gezien die zo gaan? Of die zo, die lange hoed zoals op Timmy Turner. Zo, die zo kijk, die passen met mijn tele. Dat is kei grappig. Hoe probeer jij je persoonlijkheid eigenlijk toe te passen in jouw passie? Zo, weet ik niet. Mijn persoonlijkheid. Ja, man. Is gewoon dat ik omga... Dus in fashion. Ja, ik denk gewoon dat ik als ik omga met klanten bijvoorbeeld, gewoon ook gewoon zo te zijn, zo spontaan en zo transparant mogelijk. Mm-hmm. En niet zo iets te verkopen. Je verandert niet verkopen. Naar een andere persoon. Ja, en ook in mijn business niet iets verkopen waar ik niet achter sta. Okay, ik ga ook gewoon het leven ook niet iemand verdedigen waar ik normaal niet achter sta of zo. Ja, ja. Maar ook al ben je mijn vriendin of ziet dat fikje zoals die goed is, ik ga het u zeggen. Mm-hmm. Maar dat is ook bij mijn business. Ik ga het gewoon transparant mogelijk houden en niet. Hoe ga je om met vrienden die foute dingen doen? Oeh, amai, waar heb je dat idee, hoor, dude? Leer eens gewoon diep. Hoe ga ik daarmee om? Nu, op dit stadium van mijn leven, laat ik liever... zou ik er liever afstand van, afhankelijk. Ja. Van, ik ga mijn eerste vraag stellen, van, kan het effect me? Mm-hmm. In wat dat ik doe in mijn leven. Ja. Zodra ik denk van dat ik invloed kan hebben op mijn leven, dan is het gedaan. Maar dat is waar, man. Ja, man. Denk eens over, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Ja. Jij? Hetzelfde, man. Ja. Zeg echt eerlijk. Want Bane heeft echt veel! Scammers. Ik heb... laat me zo zeggen. Ik ben sowieso altijd die guy geweest, zeg maar. Mm-hmm. Van hoe slecht je ook bent, zeg maar. Mm-hmm. Ik ben nog steeds hetzelfde tegenover. Maar dat is wel waar. Ook al ken ik je niet super lang, maar ik heb het wel bij jou geanalyseerd. Ja, zeg maar. Ik zeg je eerlijk, dat is wel waar, man. Maar ik vind wel dat elke persoon, als je mij je vriend noemt, dat hoort ook bij vrienden zijn, zoals je weer juist ook hadden gezegd, van ja, wat is een vriend voor je? Een vriend voor mij is ook zeggen wanneer dat ik slecht bezig ben. Ja, zo, en ik vind dat belangrijk is, dat ben ik dan je vriendin, dan verwacht ik ook van jou dat je mij ook zegt van... Frans, kun je aan de verla, eerlijk, dat is niet goed. En hem als vriend hebben, zeg maar, is perfect. Waarom? Hij bekijkt het van beide kanten. Dus als jij zou komen en je zegt, Gato heeft dit gedaan, is hij niet iemand die zegt van, oh, heeft hij dat echt gedaan? Misschien moet jij dit doen. Nee, hij hoort jouw verhaal, hoort die andere verhaal en dan gaat hij, zeg maar, wat doe je daarna? Ga je soort van een beetje... Ik ga even analyseren van, oké. Dit is waar jij tegenaan loopt, tegenover hem en dit zo. Want ik heb geleerd, zeg maar, van als je te snel conclusies trekt, dan... Dat is sowieso niet jumpen. Nee. En dat is hem juist, maar wat jij zegt is echt belangrijk, man.
Maar aan de andere kant, komen we terug op wat ik in de eerste deel van de aflevering zei. Ja. Tot hoeverre is iets slecht en tot hoeverre zit die guy in die struggle. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld, stel je voor, ik ben super broke. Mm-hmm. Ik heb helemaal niks. Werk neemt me niet aan. Ik heb het super moeilijk. Mm-hmm. En iemand zegt tegen mij, Benny, ik heb een optie voor jou. Deze scam, weet je toch? Anders kan ik je huis niet betalen, kan je dit niet betalen. Mm. Tot hoeverre is dat slecht in die persoon zijn mind op dat moment? Mm-hmm. Is nog steeds slecht, sowieso. Ja. Maar ik heb het over zijn perspectief, snap je? Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. En dat vind ik altijd wel, altijd zo, ik ben daarop vlak echt wel heel hard en ik vind dat wel de easy way out. Ik ook. Want vandaag de dag kun je zelf nu interim bellen, nee. Morgen fietsen ze naar werk. Hey, ook dat, al is dat werk, kun je in een fabriekje wat dit is, ja. Dat wil ik zeggen. Er is altijd een mogelijkheid tot werk. Jij zegt net van, je kan geen werk vinden, maar misschien zoekt hij werk op een andere domein. Maar zeg even wat zij zegt. Dat is altijd werk. We hebben toch allemaal jobs gedaan dat totaal niet onze shit was. Maar we doen het best wat gewoon dat geld nodig. Ja, dus zeggen van, nee, het lukt mij echt niet. Nee. Altijd een way, bro. Er is altijd wel een weg. Nee, ik zei ik niet. Oh. Sorry. Ik wil maar, bro. Ik heb maar gezegd goed gewerkt, bro. Wat is je slechtste werkervaring? Mijn slechtste werkervaring? Dat was onlangs nog eigenlijk. Ik dacht echt, ik wist eigenlijk dat het slechter kon gaan. Ik werkte in een interimbureau in Gent. En ja, die mentaliteit daar is denk ik een beetje... Ja, dat was een heel... Zo'n omgeving. Ze, echt zo, zo... Ik voelde mij niet welkom in dat bedrijf, zeg maar. Wat was het zeg naam maar. Van het bedrijf hier? Ah! Ik weet niet wat ik zou zeggen, zie je? Nee, sowieso niet. Nee, maar... Of slechte ervaring, bro. Echt magazijn. In de nacht geprobeerd, bro. Nou, nooit meer. Nooit meer in mijn leven, maar bro. Is echt moeilijk. Ik heb nog fabriek gewerkt ook. Fabriekwerk. Ja, ja? Oh, noem je fabriekwerk magazijn, zeg maar. Nee, fabriekwerk nee, bedoelde ik bijvoorbeeld, dat was een bedrijf, een drogisterij, dus die alle lakens en kussens wassen en drogen van alle ziekenhuizen. Wow. Hey, what, van heel Vlaanderen. Dat was een fabriek in Gerardsbergen. Dus dat was van 's ochtends tot 's avonds, gewoon zo op die rollende band ook, zodat je in de wassalons Hans dacht. Zo. Er zijn mensen die werken bij de wasseretten en zo, en zeggen, daar maken ze pas dingen mee. Gewoon dingen die kleren, die stinken en weet ik veel wat, dingen, hou op man. De zweetplekken en zo. Crazy, man. Ach bro, ik kan dat niet, man. Zoals in zorg werken, geen optie voor mij. Ja. Moeilijk. Oh, handel je. Nee, ik luister niet. Ja. Oh. Nee, maar... Zoek ook mijn kom, of wat? Hij zegt het weer gewoon. Nee, maar... Fran. Zoek ook mijn kom. Fran. Over welke ontwikkeling ben je het meest trots? Persoonlijke ontwikkeling. Dat waarvan nu zegt, oké, ik was zo... En nu ben ik zo aan het doen, dankzij dit. Misschien volwassener, of misschien blijer, weet ik het kan een Kameni fashion zijn, het kan je marketing freelance ook zijn. Misschien twee vlakken dan misschien mijn impulsiviteit, want ik was vroeger nog impulsiever. Ja, dat was best wel goed. Dat was echt zo, ook zo op school en zo, veel vechten en al, dat was echt... Nee joh! Ja, dat was vroeger. Maar zo echt zo die... Prachtige dame. Goed. Dus zo op dat vlak wel zo impulsief. En daarnaast misschien, ik denk wel bij mannen, op vlak van mannen. Hè, hoe? Heb ik veel geleerd. Hoe dan? Zo, ik weet nu bijvoorbeeld wat ik echt wil op dat vlak. Mm-hmm. En ik weet ook zo bijvoorbeeld dingen dat ik niet meer zou accepteren. Oh, oké. Okay. Kan je dat even uitleggen, alsjeblieft? Ben je daarvan? Wat je wel wilt en wat je niet wilt. Ik wil iemand die waarmee ik mee kan groeien en die mij ook steunt in mijn projecten. Mm. Ja. En dat het gewoon wederzijds is. Ja. En iemand waarmee ik ook echt alles tegen kan zeggen. Ja, dus ook... Echt een beste vriend eerst. Dat was echt wel mijn volgende vraag, want je bent ondernemend. Mm-hmm. Ja. Hoe pas je dat toe in relaties? Ja, hoe gaat dat? Hoe zou je dat kunnen combineren? Ik ga niet leren, dat is echt wel moeilijk. Ja, tuurlijk. Het is echt wel moeilijk, omdat... Ja, de jongens waarmee ik uiteindelijk wel zo... Die stap verder gaat. Dus ja, mijn tippen, zoals ik er juist al zei, ik val wel op alles bij zo'n spreken. Maar waarmee ik uiteindelijk wel soms mee ga spreken en zo, dat zijn meestal zwarte jongens. En ik heb wel gemerkt dat bij zwarte jongens vaak zo, als ze zien dat het meisje te ondernemend is of te veel dingen doet, ofwel schrik het hun af. En maar ik denk het over het algemeen... Dat moet juist niet afschrikken. Of zo van, ze weten zo gewoon niet, hoe ze daarmee moeten omgaan, denk ik. En ook het feit dat ik te ondernemend ben. En ik heb ook zo een beetje wat controle, dus ik wil ook zo alles onder controle hebben. Mm-hmm. Dat ik denk ook dat je relatie?
ja, niet van waar ben je, niet op dat manier, hè, maar wel zo van kijk, als we dingen gaan doen, vanaf er kwam het dan. Snap je? Voor jou bij plannen, ja, zo duidelijk. Ik ben iemand echt die duidelijkheid nodig heeft. Ik hou niet van vage dingen. Dat komt ook gewoon door wat je passie is. Ja, precies. Ja, ik ben daarop echt heel, snap je, ik hou niet zo van die vage dingen die zo vloe zijn. Ik mag duidelijkheid hebben. Anders weet je ook niet waarnaar wat doe je werkt. Ja, ja, en ik denk op dat vlak dat dat soms wel moeilijk is om mij soms te volgen. Ja, ik heb met veel jongens dat mij dan zo, dat ik soms te snel ga. Of, dat is mijn probleem. Maar tot hoeverre is dat jouw aanpassing geweest, zeg maar? Tot hoeverre pas jij je aan tegenover dat jongen? Ja, ik wil gerust dus een aanpassen wordt. Allee, ik weet ik soms echt, soms ga ik echt. Soms ga ik echt 1000 km/u. En ik weet dat we bij mannen echt afzikken, mannen nemen graag hun tijd en zo. Maar ik ben op dat vlak echt niet van, wow, oké, do you like me or not? Like, yeah, hoe zit dat? Ja, ik hou echt niet van... Zo ben jij? Ja. Oh. Ja, maar soms is dat ook goed. Hè. Misschien soms die mannen... Dat bedoel ik, maar soms... En hoe ouder je wordt, hoe belangrijker dat is, toch? Ja, kijk, ja, dat is wel... Hij van mannen draai, volgende wordt gewoon komen. Dat is wel. Als je bijvoorbeeld 29 bent, zoals sommigen hier, ja, dan mag ik... No, God. Wauw! Hey, ik mag jou, man. Nee, dat is te lachen. Gato, ik mag jou. Ik zit even nodig. Zie, wat hebben? Nee, ik lach maar. Maar als je hoe ouder je wordt, ja, hey, shit getting real toch? Moet je maar toch echt weten van. Ik loef het. Ja, nee, ik denk gewoon. Kijk hoe blij hij is. Zijn grappen worden niet nagedacht. Oh, putain. Dat is toch geweldig. Dit is toch wel een goed gesprek, man. Ik zeg je eerlijk. Ja. Wat is de volgende? Of moest ik ook beantwoorden? Nee, toch? Ja. Nee, antwoord. Ja, wel. Wat was de vraag eigenlijk? Wat was de vraag? De vraag was... Je persoonlijkheid Wat is waar je echt trots op bent dat je bent veranderd? Ja, geëvolueerd. Ja. Zo, dat is een goede, man. Ben je, toch volwassenheid, denk ik, man. Ja. Ik zeg je eerlijk, want toen ik speels was, je, toch, met, vooral met voetbal en alles, je, toch, die gedrag, dat je soort van de bent en zo. En toen kwam die val, toch? Die downfall. Toen wist ik gelijk van, ey, je moet niet iets anders gaan doen, weet je. Je kan niet meer dat gaan doen wat je deed. En dan word je ook sneller volwassen of zo. Mm-hmm. Dus dat heeft je humble gemaakt. En ik ben nu meer ondernemend, of tenminste creatief of zo. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ik wil veel verschillende dingen doen, juist. Kijk, ik doe nu, ik hoor je, ik heb academie, ik heb dit, ik heb dat. En zo wil ik het zo praktiseren en dan over 10 jaar miljonair. Hè. Ik hoor je, man. Ja, man. Ik hoor je, man. Applaus voor dat. Inshallah. Ja, man. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Il le veut. Als God het wil, zo. Ja, il le veut. Ja, maar dat is echt iets. Amen. Si Dieu le veut. Ik zeg ook altijd tegen mensen van, als je zegt, als God het wil. Weet je, sommige dingen zit van, neem die stap eerst. Ja, klopt. Ja. Tuurlijk. Ik heb dat altijd gezegd. En dan moet je onthouden deze zin. God doesn't work for you. He works through you. Okay. Dus hij werkt doorheen jou. Hij werkt voor jou. Je moet niet thuis zitten en gewoon bidden en dat gaat wel komen. Nee, dat gaat wel nee, komen. Nee, nee, je moet, you gotta put in the work en dan gaat God je doorheen helpen. Mee eens, man. Zeker. Dat is echt gewoon zo. Dat mijn moeder heeft dat ook vaker gezegd. Je moet pas resten aan de maison en gewoon bidden en hopen. En hopen dat het ja, maar nee, heeft, we zullen wel bidden. Morgen ben ik miljonair. Maar sommige mensen maken dat mee. Niet dat ze bidden, maar gewoon morgen zijn ze miljonair door 1 loto die ze 10 jaar geleden hadden gekocht. Zeker. Maar dat wil niet zeggen dat jij dat bent, weet je. Ja, dus, dat is ook iets van geluk. Geloof je in geluk? Geloof je in geluk? Ja. Geloof je in toeval? Geluk is op de goede plek zijn op de juiste op het juiste moment op de goede plek zijn. Ja, man. Nee, maar je moet toch daar... Van mij heel vaak. Ondanks dat je op het juiste moment op de juiste plek bent... heb je alsnog een weg te bewandelen naar die plek. Tuurlijk. En weet je wat het ook is? Het is echt op het vlak van Afrikaanse spiritualiteit op zich al. Hè? Mm-hmm. Je, karma op dat vlak komt... In Afrika, we hebben ook onze soort van karma. Hè? Ja. Dat is echt zo. Ja, die gens... Die worden geboren en die echt gewoon enkel malheur hebben. Mm. En dat is waarschijnlijk omdat hun voorouders malheurs hebben gedaan. Ja. En jij, en dat is juist hetzelfde. Ik vind dat geluk hebben. Je hebt sommige mensen die echt gewoon zomaar geluk hebben. Mm-hmm. En ik geloof echt van, that's meant to be. Omdat iemand, een voorouder van u, dat is waar, je recolt ce que tu sèmes, snap je? Dat is wel waar. Ja, dat is waar. Dat is helemaal waar, bro. Misschien moeten we af en toe quotes zo zetten. Wat jij net hebt gezegd, we kunnen gewoon zoals quote zetten. Quote van de dag. Ja, man, zeker. Ja, hey. Heel goed dat jullie dit zeggen. Dat is helemaal iets anders weer.
ik wil eigenlijk met dit starten zelfs, maar ik ben het gewoon vergeten. Oh, man, dus ik dacht gewoon nu. Wat is jullie ontdekking van de week? Dus het kan een artiest zijn. Oh, ja. Het kan kunst zijn. Ontdekking voor de week. Het kan een boek zijn. Mm-hmm. Wat is jullie ontdekking van de week? Ontdekking van de week. Oh, de ontdekking van de week. Ja, een idee ook. Ja, ja, ja. Een idee dat hier komt. Ja, wat ik net zei. Het idee wat ik met hem heb uitgesproken. Met Bashir en met jou. Dat is dus dat is iets wat ik... Ik ga nog niet zo veel over zeggen. Nee, ik wil niet veel over zeggen. Maar dat is opeens zomaar gekomen. Ja, ik was op werk en zo. Hé, toch... Soms, ik heb dat heel vaak, ik zit op werk, zo ben ik ook die academie gestart, ik zit op werk en dan denk ik van, ja toch, mijn werk is gewoon goed, ik verdien goed en zo, maar dit is niet mijn passie ofzo. En dan komen opeens die ideeën en alles, academie starten en toen kwam het idee van gisteren en die ga ik nu... Ik hoor je, man. Wauw, een applaus. Hey, Dewey. Ja. Mevrouw Kameni. Mijn ontdekking van de week. Ah, donderdag. Donderdag heb ik een nieuwe klant voor mijn marketing freelance. Wow, een coach in de mental health. Wow. En ik ben haar social media doen. Oh, oké. Let's go, Lord. Wow. Ja, man. Achievement, bro. Zeker, echt, zeker, man. Echt super tof. Ik kan echt niet wachten om te beginnen. Ja, man. En jij ben je niet. Nice, man. Oh. Oh. Deze vrouw moet even voice. Nee, nee. Mijn ontdekking van die week. Het is niet echt een ontdekking. Hey, heerlijk. Kijk, wat zeg je? Ik zei wat gestuurd. Benny, beantwoord jij maar lekker die vraag, hè, jongen? Oké, hij is net klaar. Wacht, laat hem eerst snel bellen. Poeh. Toen hij zei... Ik wist niet dat het was. Heb je gezien wat ik bedoel? Ja, het is belangrijker. Bro, deze is Yusu, hè? Wie is dit? Niet zeggen wat het is, maar in ieder geval... Kijk naar die foto en kijk waar zie je een verschil. En dan denk wat hij ging doen, zeg maar. Ah, ja. Ah, oké. Let me call him. Oeh. Nee. Oké. Nee, hè. We gaan nu lekker niet alles vertellen, hè. Zo werkt het niet. Echt, hè? Hij moet niet wel opnemen. Hij gaat sowieso niet opnemen. Hij is te blij nu, zeg maar. Hij is... Hi, bro. Hij moet echt niet opnemen, gewoon. Misschien hij is nu te blij, toch? Hij vertelt dingen daar, weet ik veel wat. Wacht. Hij is net klaar, zeg. In ieder geval, misschien gaat hij zo terug. Ja. We zien hem wel verschijnen, of niet? In ieder geval, mijn ontdekking is, het is niet echt een ontdekking, maar ik ben hem weer gaan beseffen, gewoon. Ja. Is een artiest. Hij heet Tyrone Skit. Tyrone Skit. Hij is een artiest in Nederland. Mm-hmm. En hij zit op de album van Ronnie Flex. Sowieso S1CK voor deze. En man. En ik had hem ontdekt. En ik vond hem super hard. Tyrone Skit? Mag ik wat omzetten? Bashir, mag dat van jou? Oké. Okay. Ik mag gewoon Bashir. Oh, dus niemand vraagt mij, zeg maar. Dus ik ben... Even kijken. Nee. Kijk, aan het einde van deze aflevering krijg je sowieso nog een exclusie van Gato zijn nieuwe clip. Nee. Heeft hij een nieuwe clip? Nee. Zijn nieuwe song. Nee. Heb je een nieuwe song? Ja man, ik ga hem droppen. Nooit. Oh, wacht, nu song laten we. Nee, tuurlijk niet. Nee, ben je weet dat ik dat niet zo snel doe, toch? Waarom zegt zij dat dan? Ik was aan het plagen. Zij plagen me de hele tijd, zeg maar. Ik plag al de hele tijd. Oké, dit is die song, zeg maar, van hem. Nee man, ik heb deze gepost van hem. Bro, kijk een stukje, hier, als die tong, wat zegt hij nou? Nee, hij zegt elke knie zal buigen, elke toon die zal beleiden. Maar is dat alles? Nee, zo gaat dat stuk, maar ik ga nu... Deze heb ik weer van hem besteld. Met wie is die? Het is gewoon alleen... Laat me terug. Hij is hard, hè? Ja, man. Hij maakt ook gewoon zelf die beats. Mm-hmm. Hij zingt ook gewoon zelf. Shout out naar hem, trouwens. Ja, man. En zo naar jou, man. Ja, man. Ik zweer. Shout out naar hem. En zo naar jou, man. Ik vind hem super hard. Ja, man. En Ronnie Flex heeft hem ontdekt. Mm-hmm. En hij zit op zijn album. En zo ging ik hem even volgen. Gratis promo hier, hè? Gratis promo. Ja.
Nee, niet dat het... Het is sowieso gratis. Nee, maar ik vind dat sowieso... Sommige mensen verdienen die, man. Kijk, ik... Uit mijn hart, man. Ik loof sowieso. Snap je? Dus we moeten even een paar info van hem vermelden of ja, zo. Ja, man, sowieso. Zijn Instagram of zo. Nee, Bashir. maar er zijn hier toch andere talentvolle artiesten. Diego Gatto ook zijn flowers. Hij heeft vaak zijn flowers gekregen, ja. Ah, ja, heb je niet de laatste podcast? Hij zegt... Paletan. Tju? Die tjoen komt zo. Wauw. Jullie gekoud, Lord. Jawel. Dat jawel. Maar kom die? Ja. Hoe je hem niet gekeken? Wauw. Hij heeft niet eens zijn eigen podcast bekeken. Ay, nee. Ik ben te druk, maar je toch? Nee. Nou, ik ben te druk. Dus je tjoen kwam echt. Ja, broer. Paletan. Ik had wel gezien. Ja, ah, nu weet je het weer. Welke minuut? Je ziet nog bij die auto's, die stukje bij die auto's, zeg maar. Zeg, ik zweer, zie die clip? Ik zweer, broer. Ik wil bijna laten zien, man. Sorry jongens. Hé, toch? Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. De shaman, dus... Hij heeft ondanks zijn best gedaan. Jij hebt niet gezien. Misschien had ik gezien, ik was vergeten. Ja, man, maar hem heb ik... Hoe heet die, Taylor? Taiwan. Skip. Ja, toch. Maar, dus, ja, man. Hij is mijn ontdekking van deze week. Gaan we weer een pauze nemen? Ja, waarom niet? Wacht, ja, wil je een pauze nemen? Of ja, moeten we afronden of pauze nemen? Oh, we moeten afronden. Oh, afronden, sorry jongens. Chris, jij was er niet. Je bent niet gekomen. Ja, man. Niet ja, op man. Tijd. Ja, man. Je ja, weet man. Niet wat hij hebt gemist. Vraiment. Maar wat je ook bereikt hebt vandaag, Esso naar jou. Oh ja, man. Esso naar jou, man. Applausje waard. Ja, man. Zeker, man. Weet toch? Ik weet niet wat het is, maar Esso. Ja, man. Francesca, goed dat je er was. Eerste dame is echt een honneur voor ons. Meer applausje daarvoor. Echt een honneur. En het was echt leuk om met je te spreken. Je hebt gewoon echt letterlijk. Ik vond het echt super, super tof. Echt waar. Dankjewel. Jullie zijn echt super. Like, abonneer, deel.